Wil jij net zoals ik ook FIFA 21 en wil jij korting op de officiële FIFA punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in de omschrijving en koop je codes bij Start Select. En maak het nog mooier door mijn naam Pasky als kortingscode in te vullen voor een paar procent extra korting op jouw aankoop. Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is de dag dat wij Cristiano Ronaldo 94 in vorm gaan pakken uit onze player picks. Ik kan gewoon niks anders ervan maken in deze video dan dat wij deze man gaan pakken. Maar buiten dat hebben we ook gewoon nog hele vette packies. 2 ultimate pakketten, 200k pakketten, goud 1 rewards. Een heel vet team die we waarschijnlijk gaan bouwen, maar dat doen we denk ik in een video morgen. Maar goed, kunnen we al een beetje voor een proefje geven. Vergeet even niet deze video te liken en heel erg belangrijk, we zitten bijna op 104.000 abonnees. Kijk jongens, we hebben dus 103.000 abonnees, 483, bijna 104.000 abonnees. Dus abonneer even, het is gratis, het blijft gratis en je helpt het vette joch er heel erg mee. Oké jongens, waar zullen we beginnen? Laten we even beginnen met dat ik een best wel goede weekend league heb gehad. We beginnen 20-3, ik ben ook op 20-3 gestopt. Ik was gewoon ontzettend druk dit weekend. Ik heb veteranen 16, 17 potjes gespeeld. Uiteindelijk maar op zilver 1 of zo weggezet. Ik heb echt zo slecht gespeeld. Ik heb mijn eigen weekend league gespeeld. Ik heb nog een weekend league van een vriend van mij 2 of 3 potjes moeten spelen, zodat hij goud 2 haalde. Het was gewoon een heel druk weekend weer. En ja, op een gegeven moment dacht ik ook van jongens, we beginnen 20-3. Ik vond het prima. Ik vond het prima. Het klinkt raar van, oh, ik kan zelfs nog elite 1 halen. Maar die laatste 7 potjes, het was 12:30 s'nachts op zondagavond. Eigenlijk een maandagnacht, hoe je het ook wilt noemen. Maar ja, dan moet je nog 7 potjes. Dat zijn echt wel 7 helse potjes. Dus dat heb ik helaas niet gedaan. We gaan wel kijken, jongens. Want ik heb daardoor de 7 potjes, heb ik wel rivals gespeeld. En volgens mij gaan wij 2 ultimate pakketten krijgen en 2 mega pakketten. Ja, dit is wel echt ziek. En ik ga de untradable doen, want die heb ik nodig voor die icon swaps. Dat is heel erg chill, dat je dit dan even 1 keer kan kiezen. Normaal zou ik het denk ik niet doen, maar goed. De ene kant, mijn team is ook al best wel goed. De ene kant kan ik het gewoon wel doen, juist altijd. We gaan kijken, jongens. Kijk, dit is lekker. Alles untradable. Daarom is eigenlijk best wel goed dat ik eigenlijk op donderdag al veel potten weekend of rivals ga spelen. Want kijk, we hebben hier al een walkout. Kijk, dat is chill. Het is wel untradable, dus het moet wel een hele goede speler zijn. Het is Aubameyang. Oké. Untradable. Dat zou mijn vader zeggen. Dan gaan we even kijken. Dat is natuurlijk een heerlijke super sub. Hij kost 60k. Die andere kaart van hem kost 820k. Terwijl hij niet... dat is wel een stukje beter. Oké, maar we beginnen goed. Aubameyang. Uit onze untradable rifles reward. Ja, die zouden we altijd nog in een SPC kunnen flikken. Maar ik denk het over het algemeen niet. Kijk, dit is ook wel chill. Ik had heel veel van die conditiedingen nog nodig. Ja, dit bewaren we allemaal lekker in het clubje. Komt hier jongens, tweede pakket. Dit is geklikt. Neem even een hapje yoghurt. Oké, dit is slecht. Dan een blauwe kaart. Zo raar dat dit voor dit komt. Anders was het dus gewoon wel border. Oké. Schaduw. Ja. Nou jongens, hier hebben we het allemaal voor gedaan. 2 ultimate pakket. Dat is best ziek eigenlijk. Gewoon elke week een ultimate pakket. Zo dom dat ik het niet van het begin al heb gedaan. Het is een walkout natuurlijk. Het zijn borden. Het is een tradable. Het is een Belg. Het is niemand. Minder dan Hazard. Die past ook eigenlijk perfect in mijn team. Het is wel iemand. Het is wel een ziek iemand. Hij kost helemaal niet zoveel. Dit is een gast. Wat kost die? 40k of zo. Even kijken. 45k, ik mag niet klagen met de spelers, Hazard en Aubameyang. Ja, dan zou je 2 maanden geleden daarvoor van het balkon springen. En we hebben Younes in vorm, dit is ook gewoon chill. Lekker Younes in vorm voor bepaalde SBC's, dat je natuurlijk een team of the week spelen moet doen. We hebben Vinicius nog, ja, dit is leuk. Dit is prima, dit kunnen we ook allemaal lekker bewaren voor die icon swaps. Maar goed, Hazard kan basis bij mij. Dat laat ik straks misschien nog heel even zien, of anders morgen in de video waar we het team gaan bouwen. Maar hier komt hij jongens, het laatste pakketje van de rifles, hè. Kom op, het is weer een walkout. 3 walkouts achter elkaar bijna. Het is een team of the week, of niet? Het is een poll, het is een doelman. Deze hebben wij vandaag al gepakt bij een ander account van ons. Drakowski. Of hoe spreek ik het uit? Drakowski. Wel een vette gast, gewoon die kop. Kijk, hij houdt ook van golven als een zeer. Kijk, hoppa. Hij heeft 69 als rugnummer. Nou, daar is Frank weer blij mee. Maar goed, hier zit misschien nog iets lekkers achter. Kijk, dit is altijd prima. Vooral die Busquets is fucking chill. SBC'tjes. Eigenlijk is dat niet een heel goed pakket. Maar goed, die Busquets is prima. En dan hebben we nog 1 dubbele. Ja, oké. Doen we lekker weg. Zo, hoppa. Nou jongens, hebben wij
Natuurlijk, niemand minder dan Goud 1 Weekend League Rewards. Nogmaals, we stonden gewoon 20-3 en ik ben op 20-3 gestopt. Ja, helaas. Het is gewoon niet anders. Maar ik heb het gevoel dat wij vandaag Cristiano Ronaldo gaan pakken. Hij kost op dit moment 3,62 miljoen. Wat een fantastische speler. Echt ongelooflijk. En de rest is eigenlijk allemaal kut. Ah, die Kimmich is ook best wel duur. Maar goed, daar hebben we niet zoveel aan. Want ja, als player pick zou ik hem denk ik toch niet gebruiken. Maar goed, oké jongens. Kom op, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mijn favoriete speler ooit. Mijn held, mijn favoriete speler. Kom op, hij moet hier gewoon komen. Ik heb hem ook verkocht in mijn team deze week voor Squad Builder Battle. Ik ben eigenlijk niet van plan om terug te komen, want ik al had verwacht dat hij hier vandaag zou gaan komen. Komt hij jongens. Hou hem vast. Is het hem? Maar goed, deze gast, dat is ook wel grappig, die Suchek, of hoe je hem ook uitspreekt. Deze gast is echt niet zo slecht. Ik zag niet dat hij maar 20k kost, want ik heb dus met hem gespeeld op de veteranen. Onze Road to Glory account in het begin. En zijn normale kaart is volgens mij 81 inderdaad. En die was al best goed. Die 81e Suchek was al best goed. Hij is fucking sterk. Ja, echt niks mis mee. Groene link met netvet, dus wat wil je nog meer? Oké jongens, daar komt hij. Cristiano Ronaldo, niemand minder dan hij. Kom op! Kom op! Dan maar hij, ja. Verschrikkelijk dit. Het is zo lekker. Als je dan die Ronaldo daar ziet staan, dat maakt je hele jaar gewoon goed. En dan heb je gewoon elke dag zin om dit spel te spelen. Als je hem in je team hebt. Dan begin je pot en dan ziet de tegenstander van... Oh shit, hij heeft gewoon die rode Cristiano Ronaldo. 94 in vorm. Helaas jongens, had ik toch dit weekend misschien Elite 1 moeten halen. Of toch Elite moeten halen. Dan had ik 3 player picks uit 5 gehad. Dat ja, is gewoon kut. Ik wist niet dat Ronaldo ook zo goed had gespeeld. Anders had ik dat misschien 2 goals en een assist had ik het wel doorgezet. Oké. Okay. Hey, we hebben nog 100k pakketten. Ook niks. Kom op. Borden. We gaan het meemaken. Ødegaard. Niet eens. Zijn broer. Haaland. Kijk, die kunnen nog van patsen. Dembele kunnen nog van patsen. Oké, ons laatste 100k pakketje. We gaan het meemaken. Is het iets zieks? Het is een walkout. Kom op. Laat alsjeblieft een keer een lekkere speler zijn. Kom op, alsjeblieft. Nee, die vieze, vette Zwitserse doelman. 86 ook maar. Dus ja, dit is een walkout. Maar eigenlijk is het ook weer geen walkout. Want het is zo slecht. Maar goed, we zullen positief zijn, jongens. Ik vond het geen slechte rewards over het algemeen vandaag. Ik heb wel slechte gezien. Deze gaan weer allemaal weg. Hoppa. En weg ermee. Oké jongens, ik kan je vast verklappen dat Cristiano Ronaldo uit het team is. Walker is uit het team. Gomez is uit het team. Pope is uit het team. En we kunnen deze spelers nog allemaal verpatsen. Dat betekent dat we eventueel Hazard, Aubameyang nog in het team gaan kunnen pompen. Ja, dat moet ik even kijken. Maar ik ga morgen dus een team bouwen. Of ja, ik heb het al een beetje zitten bouwen in mijn hoofd. Maar ik ga het morgen met jullie bespreken. Het nieuwe team. Plus natuurlijk Weekend League. En dan kan ik vast verklappen. Die Kluiber SBC gaan wij ook doen. Dat gaat morgen allemaal komen. En dan, ja, oprecht. Die Kluiber SBC moet iedereen doen. Vooral die link nu met Robben is echt te ziek. En ja, als Ajax volgens mij dus van PSV wint, wordt hij 87. En 87 rechtsback, ja. Dat is echt nu al in mijn ogen al de beste rechtsback. Maar goed, straks als hij 87 zou worden als Ajax wint, te ziek. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, vergeet even niet deze video te liken. Abonneer. En dan zien we elkaar snel weer. Waarschijnlijk morgen, ja, morgen met een nieuwe Weekend League video met mijn nieuwe team. En een paar potjes Weekend League. Ciao, ciao mensen. Bye, bye.